Hoofdstuk 10. Preventie. De landelijke overheid. Ter preventie doet de landelijke overheid aan. Banen. Goede huisvesting. Voorlichting, bijvoorbeeld via postbus 51. En ze voeren een anti-spijbelbeleid. Bijvoorbeeld het inzetten van spijbelbussen in grote steden. Voor de lokale overheid is een belangrijke rol weggelegd. Want de lokale overheid is beter geschikt om kleine, lokale problemen aan te pakken. En dan kunnen ze veel beter dan de landelijke overheid. Vandaar dat ook de lokale overheid preventief beleid maakt. Voorbeelden daarvan zijn preventief fouilleren, bijvoorbeeld tijdens grote evenementen zoals Koninginnedag. Voetbalwedstrijden verbieden. De burgemeester kan besluiten dat het te gevaarlijk is en dus een wedstrijd verbieden. Ze kunnen ook een blowverbod instellen, zoals gebeurd is in de wijk in Amsterdam. Soorten maatregelen. Meer sociale controle. Verbetering van de woonomgeving. En haltbureaus. Wat betekent dat nou eigenlijk? Sociale controle. Het idee is eigenlijk simpel. Houd mensen in de gaten en ze plegen minder snel strafbare feiten. Voorbeelden van hoe je dat doet zijn meer bewaking bij winkels. Meer blauw op straat en meer conducteurs in treinen. Verbetering van de woonomgeving. Hierbij gaat het om het idee dat een nette omgeving zorgt voor nette gedrag. Nou, hoe kun je nou een omgeving net maken? Een paar voorbeelden. Voorkomen van leegstand in een wijk. Leegstand bevordert namelijk criminaliteit. Je kunt technische maatregelen nemen, zoals betere sloten of meer straatverlichting aanleggen. En je kunt denken naar meer voorzieningen. Maak hangplekken voor jongeren, dan hoeven ze niet op andere plekken te gaan hangen, waardoor de overlast daar verdwijnt. Dus meer voorzieningen kan leiden tot minder criminaliteit en is een verbetering van de woonomgeving. Haltbureaus. Halt staat voor het alternatief. Het is vooral de bedoeling dat jongeren die een lichte overtreding begaan niet in aanraking komen met de rechter. Daarvoor bestaat in Nederland de haltafdoening. Je krijgt dan een taakstraf, maar geen strafblad. In feite is de naam taakstraf ook weer verkeerd, want eigenlijk kan alleen de rechter een taakstraf geven. Nou, waarvoor krijg je in Nederland nou eigenlijk halt? Nou, om een paar voorbeelden te geven, dit zijn allemaal voorbeelden uit het wetboek. Je krijgt bijvoorbeeld openlijk geweld tegen goederen, dus vernielen van spullen, winkeldiefstal, verduistering, oplichting, vernieling, heling, baldadigheid, openbare dronkenschap, zich bevinden op verboden terrein, nou, enzovoort. Een opmerkelijke is de ene laatste, want ook voor schoolverzuim, dus spijbelen, kun je halt krijgen. Ten slotte is er ook nog een rol voor burgers en bedrijven. Weggelegd. Ook zij kunnen aan preventie doen. Winkels en bedrijven kunnen daar zelf voor zorgen. Scholen kunnen bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan hun spijbelbeleid en bijvoorbeeld daarbij hulp inschakelen van de politie. En buurtbewoners kunnen ook meer op elkaar letten en bijvoorbeeld burgerwachten instellen. Op deze manier kunnen ook burgers en bedrijven helpen criminaliteit te voorkomen.